Er zijn verschillende redenen om jouw huis te laten taxeren. Het verkrijgen van een hypotheek bij aankoop van een woning is de meest bekende. Andere redenen om een taxatie nodig te hebben zijn bijvoorbeeld een verbouwing of een verzekering. In deze video vertelt Libero Aankoop alles wat je moet weten over de taxatie van jouw huis. We gaan je vertellen wat een taxateur doet, wat er gebeurt bij een taxatie, wat er in het taxatierapport staat en wat de taxatiewaarde precies betekent. Als je een huis koopt, heb je een gevalideerd taxatierapport nodig. Dit is een taxatierapport dat is goedgekeurd door een validatieinstituut zoals het NWWI. Dit heeft alles te maken met de eisen die jouw geldverstrekker stelt. Die wil namelijk zeker weten dat jij een goed taxatierapport hebt. Voor een verbouwing of verzekering heb je geen gevalideerde taxatie nodig. De taxateur zal de woning bezoeken om een taxatie uit te voeren. Hij kijkt dan onder andere naar het soort woning, de kenmerken van de woning en het perceel, de bouwkundige staat, uiterlijke kenmerken en verplichtingen en rechten van de woning. Deze informatie verwerkt hij vervolgens in het taxatierapport. Voor de aanvraag van een hypotheek bij aankoop van een woning heb je een gevalideerd taxatierapport nodig. De inhoud van zo'n rapport is hetzelfde als van een standaard taxatierapport. Het verschil zit hem in de validatie door bijvoorbeeld het NWWI. Een taxatierapport is trouwens beperkt geldig. De taxatiewaarde kan lager uitvallen dan de verkoopprijs van de woning. Dit betekent dat je eigen geld in moet leggen, aangezien je 100% van de taxatiewaarde aan hypotheek kunt krijgen. Je kunt ook een andere taxateur een nieuwe taxatie laten uitvoeren, maar je weet niet zeker of de waarde hier wel hoog genoeg is. De prijs van een taxatierapport verschilt per taxateur. De taxateur hanteert een vaste prijs. Die prijs kan oplopen door validatiekosten en opslag voor de taxatie van een appartement, verbouwing of nieuwbouw. Iedere taxateur gaat anders om met extra kosten en opslagen. Meestal heb je een taxatie nodig voor de aanvraag van een hypotheek. Alle details van de woning worden in het taxatierapport beschreven. Voor een hypotheek heb je een gevalideerd taxatierapport nodig. De taxatiewaarde is hierbij de maximale waarde van jouw hypotheek. Taxateurs rekenen vaste tarieven. Hopelijk hebben we je een beetje kunnen helpen en ben je wat wijzer geworden. Ook over andere bouwperiodes heeft Libero Aankoop een video gemaakt, dus je hoeft nooit lang te zoeken naar extra informatie over de huizenmarkt. En over welke woningen er beschikbaar zijn natuurlijk. Heb je al een woning gevonden die voldoet aan jouw eisen? Dan is dit het moment om Libero Aankoop in te schakelen. Wij helpen jou vanaf de onderhandelingen tot aan de notaris. Achteroverleunen en een topaankoop doen? Dat doe je met Libero Aankoop.